Ik heb vorige week een amendement ingediend bij de begroting om te voorzien in financiële middelen voor de technische beveiliging van gebouwen door het plaatsen van kogelwerend glas, van camera's. Een project dat was gestart onder de vorige regering en onder de vorige minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon. Als we gaan kijken hoeveel geven wij als land uit aan politie, defensie, veiligheid in het algemeen, zitten we boven de 5 miljard. Als we daar nog alle lokale politiekorpsen en alle andere zaken die wij investeren in veiligheid bij betrekken, is dat al snel het dubbele, 10 miljard. Maar voor 3 miljoen, om ervoor te zorgen dat kinderen die naar school gaan en die effectief ook mogelijk het doelwit zijn van een aanslag, om daar te zorgen dat ze achter kogelwerend glas zitten, daar kan men geen 3 miljoen voor vinden. Ik begrijp dat niet. De primaire taak van een overheid is om ervoor te zorgen dat de veiligheid gegarandeerd is. De Joodse gemeenschap in dit land heeft al zoveel meegemaakt. En de Joodse gemeenschap vraagt ook niet extra privileges, want ik hoor dat ook vaak op sociale media. Betaal jullie maar zelf, zegt men tegen de Joodse gemeenschap, voor die beveiliging. Waarom moet de Belgische staat ervoor opdraaien? Terechte vraag. OCAT, een neutraal orgaan, stelt dat die sites onder een verhoogde terreurniveau zitten. Als je weet dat de kans op een aanslag mogelijk en waarschijnlijk is, dan kun je niet als overheid zeggen, ik kijk weg. Dat kan niet, dat mag je niet doen. Vandaar de vraag vandaag voor een stemming. Laten we ervoor zorgen dat iedereen in dit land die zijn kind naar school stuurt, die gaat wandelen in een buurt waar dat er een verhoogde terreurniveau is, dat we die op een adequate manier kunnen beveiligen. Vaders, moeders, grootouders, kinderen, kleinkinderen. Het is de primaire taak van de overheid om te zorgen voor een gedegen veiligheid. En je kunt ideologische verschillen hebben in de politiek over heel veel zaken. Rechts versus links, over immigratie, over economie. Maar over veiligheid en over de strijd en de beveiliging tegen terreur, laat het heel duidelijk zijn, daar mag geen enkele discussie over bestaan. Daar moeten we allemaal samen tegen optreden. Want de terrorist die naar een site komt, die op de lijst staat, die gaat heus niet vragen aan de persoon, mag ik uw partijkaart zien? Heb je voor die gestemd of heb je voor die gestemd? Dat gaat niet gebeuren. Een terrorist neemt ons allen in het vizier. Laten we dan ook een vuist maken, vandaag, hier, nu, met zijn allen, tegen deze terroristen. Zodat zij weten, de sites onder terreurniveau 3, de Joodse gemeenschap in dit land, die koesteren wij. Wij gaan die de nodige bescherming geven waar dat effectief ook nodig is. En collega's, ik nodig jullie daarom ook uit om deze resolutie voluit te steunen. Dank u wel.